deze persoon die hier zo moedig staat te zingen. Dat er maar een op die is te zicht, want zou oneerlijk zijn al de ander te verdringen. Die jong door duizenden muziek vernuftelingen, uit alle tijden donker en licht. Vroeger was ik zo weer van die belovende jonge Antwerpse schilders, maar die tijd is voorbij. Ik ben daar helemaal uitgeraakt. Maar tekenen doe ik nog. Schilderen is iets waar je je volledig moet aan geven. Het is zo moeilijk, zo'n intens bedrijf, dat je niks anders kunt doen. Echt. Je moet daar volledig kunnen inkruipen, anders heeft het geen zin. Maar dingen zoals tekenen en schetsen en zo is het. Avis of een aquarel. Dat zijn dingen die je kan blijven doen. Dat is zoals een brief schrijven. Zoals naar iemand een brief schrijven over wat je ziet. Maar die oeghaars leidt er niet meer. Die wat? Die heel lag een oeghaars. Zo'n oude vissersboot. Maar een nieuwe aan. Die ligt aan een teken. Dat was die ene die lag. De rest lag hier niks. Dit is lang geleden weer, man. Vannacht ik klaar. 14. Ja. 13, 14 jaar geleden. Ging je rustig hoor. Altijd dank daarna kunnen die zingen. Maar heb je dan een opleiding? Ja, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Dus schilderen en grafiek. Ja. Vandaar ook jouw brede achtergrondkennis eigenlijk over grafische kunstenaars. Ook, maar ook veel, dat komt door de interesse. Hè. Als ik mij voor iets interesseer, dan wordt dat echt wel helemaal uitgekampt. Oh, dat is het. Dat vind ik formidabel. Dat, hè, die onaandigheid, hè. Die gewichten en dan die bruin kleuren van dat schors, hè. Dat is geweldig. En toch zullen ze het kapot krijgen. Hè. Ze krijgen alles, jong. Hier in Nederland ook? Je genoeg macht hebt, dat wil zeggen geld. Je krijgt alles kapot, jong. Dan koopt je de wereld en je blaast hem op. Dat is echt waar. Dus meer lap is dan voor niks. Algemene atmosfeer hier, dat wordt heel vaak door naïeve schilders uitgebeeld. Zoals schepen, dat vinden ze mooi, hè? Lichters en met die venstertjes en die details en die vlaggetjes en zeilen, dat zijn wonderbare onderwerpen voor een naïef schilder. En dus heeft dat, dat groeit, dat is zeker verbonden met deze atmosfeer. Heel de familie langs vaderskant, grootvader, was een geliefd zanger. Aan de Zeevoek dus, in Antwerpen. Socialistische liederen. Hè? Wat nu vervallen is tot smartlappen, die verhalende liederen uit het leven van de werkman. Dus. Mijn overgrootvader moet ook muzikant geweest zijn. Moet accordeon gespeeld hebben en gezongen. Dus. En vader zelf ook, die was in het café ook een
G. Geert Zanger, die was ook specialist van socialistische liederen. En hij had een stijl, die ik herinner me dat van zo de jaren tijdens en na de oorlog. Maar dan, omdat ook het leven in de cafés veranderde. Een pick-up met platen, dat was nieuw, dat was uitzonderlijk. Dat werd zelf gezongen, dus er werd gevraagd. Ah, zing de leuke niet, hè. Zeg, come on, hè. Jacques, mijn vader heet Jacques, dus. Hè. Jacques, jong, de leuke niet van werkman, come on, of zo. Bon, dat werd dan voorgedragen, echt, dus. Hè. Er was dus stilte, dat werd geluisterd, daar werd zelfs geweend, hè. Gehuild met de liefde. Begint maar al te leven met gein dat je het gekregen, de rest is fantasie. Miljoenen verdienen voor afwasmachine, dat is maar fantasie. Waarom maken wasjes en blij mee bij dat git, dan blijft de wereld rand. De doel steekt alle mandra meters in de grond. In de grond zitten een mens, zitten een dood, gewone mens. Er wordt nog fout, wilt maar verstaan, de mensen onrecht aangedaan. In naam van vrijheid en van recht, wordt er nog menige mens verknecht. Daar slecht gebruik van de justitie, daar inquisitie. Wanneer er in het gelied de straat werd opgegaan, in alle spiegels nam fascisme blijft bestaan. Als ik ze zing marcheren met Hitlerjugendchesten, spreek dan maar Frans en zwacht me van de Vlaamse gewesten. Daar is mis is die dag dat ze is geheten, dat er geen boemen uit de lucht vergestrooid, dat mitrailleuzen hun verdiende rust geneten. En de kanonnen met een kaarsboom zijn getooid. Vroeger niet, dan kwamen ze voor de aardigheid, zoals wij in Antwerp zeggen, voor de aardigheid. Hè. Om het eens te zien, wat is dat voor een kerel, wat durft die, zeg. Die durft hè, in het dialect zingen. Die durft zingen van Adam en Eva, van de viool en de fluit. Dat noemden ze dan een vuil lied in die tijd. Stel je voor, hè. En hij spande zijn sonoren op een was vioolen. En hij was pelde op adem zijn verloot. Alleen maar omdat je het open en herkenbaar zingt, hè? Zonder omwegen. Want ook in die dagen waren er al zware pornofilms. Maar daar heeft niemand wat tegen. Hè? Ja. Maar de mens die gewoon in zijn eigen taal en open. Dus de mens die zijn lidsluiting open doet. En dan laat zien wat hij denkt. Daar kon men niet tegen, toen nog niet. Maar nu wel meer en meer. En ik geloof wel dat naar die details, zoals je zegt, dus, dat daar wel meer en meer dus echt wel naar geluisterd wordt. Ze verstaan het wel, vind ik wel. Ik ken twee woorden vol van klank, natuur en stijde schoen. Maar hier in mijn neven zijn drogen zijn dure kroon. Zijn me bij jong, zien het signorenland zo vuil voor hun boeg. Stond aan hun zaai met mij gezongd, verstaand en kloot mijn sloepersploeg. Thuis. Ik geloof dat onze periode erin is van verval. Dus van niet zozeer decadentie, maar alles moet kapot. Engelsen zeggen dat mooi. Everything is going to bits. En het is waar, everything is going to bits. Maar ik vermoed dat op die puinhoop wel zeer interessante nieuwe dingen groeien. Dat heeft altijd zo geweest. Maar zijn er bij de mensen draai of vier of vijf goeie zielen waar? Dan is er in een stranendal, dan is zo groot is in die lal. Toch nog niet helemaal omzien, dan is het nog te redden. Materialisme, dat wat dus eigenlijk een doodgeboren kind is, dat is een droom, dat is een vat zonder bodem. Want je hebt nooit alles. En als je nu alles moest bezitten wat er aan matière bestaat, heb je het nog niet. Want dat kan niet. Dat is een contradictie, materialisme. Je zegt valt de geren boom, waarom kun je niet blazen met wat dat je krijgt? Waarom wil je toch beter als een ander zijn? In de grond zitten een mens, zitten een doodgewone mens. Dat loopt uit de hand, jongen. Dat is duidelijk. Er is geen tegengewicht. Er is enkel maar materialisme. En iedereen wordt gek. Iedereen wordt ontevreden, nerveus, bang, agressief. Met de auto. Maar één voorbeeld. Verschrikkelijk.
En zo van die dingen. Discotheken. Ongelooflijk lawaai, maar werkelijk tergend lawaai. Maar daar kruipen die in. Dat is onvoorstelbaar voor mij. Pas op, ik heb daar niks tegen. Hè. Alles moet kunnen en mogen voor mij. Maar het loopt uit de hand. Dat is het. Zoiets als een discotheek, dat kan best. Waarom kan een mens zich eens niet onderdompelen in een klankenbad? Want dat is het. Dat kan. Dat kan best, hoor. Maar het mag niet uit de hand lopen. Er moet een tegengewicht zijn. En dat is er nu niet. En dat maakt het fout. Zij de verdoofd door het lawaad komt en logeren voor een taart op mijn mansarde. Gedrinkt er stilte onder oksvaar van de bassen van de box op mijn mansarde. Ja, men spreekt van publiciteit ook, van een beetje... Sorry, ik wou iets een slogan gebruiken van een bekend merk. Mag dat? Huh? Als ik het merk niet noem, mag dat? Ja. Een beetje pittiger leven. Ik bedoel, die dingen, dat is natuurlijk een leugen, hè? Dat is manipulatie eigenlijk. Hè? Men doet de mensen geloven dat dat moet. Dat hoort zo, dus dat zal wel goed zijn. Dat is pittiger leven, dus dat zal wel zo zijn. Dat is manipulatie langs publiciteit om. Wie ons manipuleert? Grote broer. Ken jij zo min als ik? Weten wij niet wie of wat dat is, maar hij is er. Een enkel individu ontsnapt daaraan. En daar heeft grote broer geen zin. Het is een officieel gebouw met een oog voor elk raam. Hoe lang zien de grote talen nou vooral voor dat we gaan? Ik heb hier een boek. George Orwell. Houd de Sanseveria hoog. Keep the Aspidistra flying. Aspidistra, Sanseveria, dat zijn dus die vrouwentongenplanten. Hij gebruikt het als symbool van een burgerlijke geborgenheid, dus eigenlijk, daar gaat het om. Maar daar komt, het gaat over een man die in een boekenwinkel werkt, en daar komen dus, die ziet tegenover, tegenover zijn zaak, tegenover de zaak waar hij werkt, hangen dus affiches. En hij beziet dat af en toe, en dat is prachtig. Dat is, wanneer is dat geschreven? Het is The Flying. 36 dus. Hè. Hij keek weer naar de affiches. Nu haatte hij ze echt. Die met Vitamalt bijvoorbeeld. De paden op, de lanen in met een plak Vitamalt. Een jeugdig stel, jongen en meisje in sportieve, doch zedige kledij. Hun haar pittoresk verward door de wind, was bezig een hek te beklimmen met op de achtergrond een landschap in Sussex. Het gezicht van dat meisje... Die afgrijzelijke, stralende, ondeugende blijheid. Echt zo'n meisje dat het onder alle omstandigheden mooi wil houden, met hoofdletters. Verwaait. Een strakke khaki-short, maar dat wil helemaal niet zeggen dat je haar zomaar in haar achterste mag knijpen. En daarnaast, meneer in de hoek. Meneer in de hoek houdt het op Bovex. Gordon bestudeert het geval met de intensiteit die uit haat wordt geboren. Die idiote, grijnzende kop... Net het gezicht van een zelfgenoegzame rat. Dat gladde zwarte haar, die stomme bril. Meneer in de hoek, product van vele eeuwen. Overwinnaar van de slag bij Waterloo. Meneer in de hoek, de moderne mens. Zoals hij van zijn meesters wezen moet. Manipulatie. Een docile big die, gezeten in het geldkot, Bovex drinkt. 36. Ik vind dat een geweldige kerel, George Orwell. Ja. Ik kan het niet beter zeggen. Publiciteit is nog zo. Een beetje koortsiger. Huh? Een beetje gewetenloos en misschien nog een beetje verder weg nog van het thema, van het element informatie toch nog. Het is gewoon helemaal manipulatie geworden. Nu moet je dat drinken of je bent geen man. Huh? De echte man rookt nu. Te zot, jong. Echt wel. Kan niet. Dan zit je gewoon niet gezang dat je smoort. Kun je niet goed uitsmeren. Maar dan gooi je een echte man, een echte bunk, weet je wel, seks en al wat je wilt. Dat is met de sigaretten. Op een keer was ik gereden tot aan het einde van de boom. Ik zag een statiek van mijn leven op geen korte dat zijn stond.
Alle straten lagen open, het gewoon verkeer lag lam. En in het slaak van de riolen rijdt de muziek al een tram. Op die tram moest ik betalen voor een spulling van mijn brein, voor senele commentaren en publicitaire schijn. In de kroeg moest ik betalen voor schaakkundig herstenbeer, voor een jokebox initiatie van geprogrammeerd plezier. Ik zag bordelen zonder vrouwen en cafeetjes zonder naam, tussen officieel gebouwen met genoeg voor elk raam. Tussen officieel gebouwen met genoeg voor elk raam, hoe mang zien de grote touwen nou vooral voor dat we gaan. Ik had genoeg van het voyageren, heel mijn reis was naar de maan. Ging een gaal terug naar de stoos, ik kreeg door enkel reis vandaan. Ik ging een gaal terug naar de stoos, ik kreeg door enkel reis vandaan. Naar een berg in de wolken, voor dat zoek is tijdens stoon. Naar een berg in de wolken, voor dat zoek is tijdens stoon. Een zekere manier om eraan te ontsnappen, op een positieve wijze dan, niet op een negatieve wijze, want ik laat me gaan en ik ga hier niet eens lekker zomaar doodgaan, weet je, beatnik en zo. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel wel degelijk op een positieve wijze, dat is langs, in elk geval langs individualisme. Op een individualistische wijze dus, ja. Zeker wel. Individualistisch hier eigenlijk dan in tegenstelling met ego... Ja, natuurlijk. Dat heeft niks te maken met egocentrisch, hè. Want het echte individu neemt zijn verantwoordelijkheden en respecteert ten zeerste ook elk ander individu. Oh God. Meisje. Hoe is het dan gemokt? Oh. Die vrouw, glasvezel, jong. Glasvezel? Dat is geen oud niet meer. Dat is er nou nog in oud. Haal ik op misschien, ja. Maar nou, doe ik wel, doe ik wel. Een naalde kop. Ik heb nu een sport gedaan, hè. En dat is eigenlijk een gemis. De mens moet eigenlijk, zo weet ze, hebben een meer lichamelijke ontspanning. Uh-huh. Ik kom bij deze sport vind ik verschrikkelijk. Het is niks voor mij. Ik vind het wel knap, een goeie voetbalmatch. Maar ik zou me er nooit kunnen voorstellen dat ik er mij tussen loop en stampen krijg en zo en alles. En zo licht zo. Ken je dat? Dat ik die mannen vallen. Niks voor mij. Mijn dochter kon iets rustigs. Buikscheten. Toch een constante concentratie? Ja, maar een ontspannende concentratie. Mm-hmm. Een welbewuste concentratie, dat is ontspannend. Dat is like een allemaal in zoveel. Dat heeft wel met jou moeten maken ook. Kim. Tweede lijn, oké. Okay. Ja. Thank you.
Hans, hoe ben jij er eigenlijk toe gekomen om luid te gaan spelen? Ja, uiteraard. Ik heb dus altijd gitaar gespeeld. Maar met flamenco-gitaar natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook met grote interesse voor oude muziek. Dus, dat heb ik altijd als violon d'ingre bedreven. Mm-hmm. En natuurlijk, dan, het is altijd luid muziek voor gitaar dan. Hè. Maar dan denk je wel eens, nou, hoe klinkt dat op luid? Het moet toch wel iets anders zijn. Een ander gevoel en zo. Kom je er dan langzaam toe om eens een luid te proberen. En als je dat dan geprobeerd hebt, is het dan louter uit interesse dat je dat blijft verder doen? Of ga je er echt op studeren? Uit enthousiasme, want het is werkelijk een mooi instrument. Ja. Maar je gaat er geen echte studie van maken of zo? Ja, om het redelijk te kunnen als amateur, dan, moet men toch al behoorlijk studeren. Hè. Het is een zeer moeilijk instrument. Maar ik heb daar helemaal geen professionele neigingen in die richting. Nee, je blijft altijd maar ruilen. Je bent amateur in het luidspel. Ja, natuurlijk. Dat is, ik bemin dus het luidspel. Wat hier gespeeld werd, dat is natuurlijk specifiek Europese muziek. Hè? Een van de hoogtepunten, zou ik zeggen. Hè? Dus de hoge renaissance. Het instrument is Arabisch van herkomst. Hè? Maar deze muziek, de Arabieren spelen dat nog. Dus in Egypte en zo nog een zeer bekend. In Egypte zijn enkele beroemde virtuozen van het Arabische luidspel. En je hebt de link gelegd van luid naar Spaanse muziek of flamenco muziek. Ja, dat is, nou, natuurlijk. Het gitaarspel in flamenco is, nou, je speelt de techniek van het luidspel van het klassieke gitaar, barokgitaar misschien, ik weet niet. Het is nog niet zo lang, het is pas sinds de 18e eeuw, geloof ik, dat in flamenco dus gitaar gebruikt wordt. Uh-huh. Daarvoor werd het onbegeleid. Hè. En met ritme, dus hè, met handen klappen, slagwerk misschien.
Men zegt ook flamenco, dat wil zeggen vertaald tussen Vlaams. En ik denk dat dat samenhangt met het feit dat in de 15e en 16e eeuw de zangmeesters die in Spanje het meest aan bod kwamen, dat gewoon Vlamingen waren door die zangscholen van de polyfonie natuurlijk in de Nederlanden. Niks met deze stijl te maken, maar ik geloof dat in Andalusië, in Spanje misschien wel helemaal, dus het synoniem van kunstvol zingen, dat Vlaams is geweest, lange tijd. En dat men daarom nog tegen deze kunstvolle manier van zingen nog Vlaams zegt dus. Ja, ja. Want ze bedoelen Vlaams. Ik heb eens een Spanjaard die ik goed kende, dus ik kwam hem op een voormiddag tegen, die hadden de nacht ervoor gezongen. En die zei, oh, maar fatigué, maar tout le temps chanté flamand, ja. Dus ze bedoelen Vlaams, eigenaardig. Ja, ja. Je hebt het daar juist even vernoemd, het zou een elitair iets zijn. Maar wat ja, is de flamenco is, de echte flamenco is tamelijk elitair. Enfin, is groeit, leeft toch in tamelijk beperkte kringen. Ja, ja. De bedoeling van een samenkomst zoals deze, is dat feestvieren eigenlijk? Hè? Ja, dat is vrienden ontmoeten. Ja. Vrienden ontmoeten, een beetje muziek maken. Hè? Zoals het wel veel gaat vandaag ook in kringen van jonge mensen. Hè? Ja. Flamenco is eigenlijk het voordracht van poëzie, zoals het in Arabië nog gebeurt. Het is een Oosterse, een eigenlijk Arabische vorm van poëzie voordragen. Je mag niet vergeten dat vroeger alle dichters ook zongen, ook in West-Europa, in de middeleeuwen. Een dichter was een zanger. Dat dingen werden gemaakt om te zingen, om gezongen te worden. Het was episch. Zo is flamenco nog. Dat is een voordracht van poëzie. The imitation American in me. Well, I guess it's identical down here on the company. Yeah, sure. Identical. Yeah. You start imitating these skiffle groups. As a matter of fact, you do. And then one plays a jig, huh? No. Or sings a song by Ewan McCall or something. And then a third guy thinks, but I remember that from my grandfather. Mm. And how was that song again? The other reaction is, of course, you go into a folk club and you play these things, and somebody comes over and says, that's not folk music, my father sings that song. I mean, I've had that said to me a lot of times.
Yeah, yeah. That's not folk song. My father knows that. My grandfather. I had a similar reaction in the Kempen, the north part in the part of Belgium above Antwerp, direction home, in a village. I sang these songs, and young guys come over and say, but the things you're singing, isn't that rather something for old people? Yeah. Is that in meer voor oude mensen, zei dat? Dan was hij meer oud. Very strange, dat is waar, hè? Hij zingt de Vlaamse beweging, en ze toch, en Willems en zo, toch altijd over de rijke Vlaamse liederschat en zo, dat is toch onder kieren, maar niemand zong dat. Die deden van hun mond niet open doen. Of dat moest staan in tenor met een pieter met piola. Dat was oké, you see? Yeah. But not... Not the... Yeah. 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 Not rash, not poor in the way. Now our uncle's 70 been at arm. Soon after he died for love. He says, young man, you must quit this room, or in your own blood will lie. Is ta'en his true love all by her hand, and his sword all in the other. He says, if you have more right than I, take one and fight the other. So now this couple are in wedlock joined. They do adore each other. They oft time think all on that day when the dory broke asunder. Dat vind ik geweldig, Maarten Kaarten, dat is puur fantasievol, ook fysisch. Men hoort hoe die man zijn orgaan dus gebruikt op een fysische wijze. Bijzonder goed. Maarten Kaarten doet wat ik eigenlijk altijd graag heb willen doen. Ik heb me van misschien beïnvloed, ja, in zekere zin toch wel door die zuiverheid, die herkenbaarheid van wat die mannen doen. Ready again. My father, he was a good old man. He put me to service when I was very young. Me missus and me, we never could agree, because that me master, he did love me. Missus sent me upstairs to the loft to make up the bed so neat and soft. Master followed after with the gay gold ring, saying, Betty, have this for your bed making. All through the kitchen and down through the hall, all through the parlour among the women all, master followed after with the gay gold ring, saying, Betty, have this for your bed making. Come upstairs in a great haste, caught the master there with his arm round me waist. From the top to the bottom stairs she did him fling, saying, Mr. Rabban, for your bed making. All through the kitchen and down through the hall, all through the parlour among the women all, everybody asked me wherever I had been, and they laughed when I said, with the bed making. At the door, she called me a nasty, cheeky little whore. The weather being wet and me clothes being thin, oh, I wished I was back at the bed making.
month over and 7 months passed. Pretty fair maid grew thick about the waist. Her stays wouldn't meet, not a pinafore pin. She cried when she thought of the bed making. 8 months over and 9 months gone. Pretty fair maid had a beautiful son. She took him to the church, she had him christened John. She took him back again to the dear old man. She cursed him through the kitchen and down through the hall. Cursed him through the parlour among the women all. Saying, if you won't pay me, take your little son John, cos he never cost you nothing but a bed making. Ontzettend veel van alle buitenlandse muziek, ook volksmuziek. Niet alleen van Vlaanderen, maar ook van Italië, van Sicilië. En in het begin van Mr. Boef hebben we veel liederen gekregen uit Italië. Ook Joegoslavië, zo kende hij heel goed. En zijn bijdrage, vooral in de stijl, is een belangrijk feit. Het muzikaal aanpassen, de teksten aanpassen. Want hij heeft al die teksten aangepast. Dat blijft hij nog altijd doen. In het begin speelde hij mee ook op de scène, maar dat wordt ontzettend moeilijk, omdat hij zoveel werk heeft buiten. En het is een probleem niet avond na avond, maar wat er anders blijft doen is in de voorbereiding meewerken. Laat onze poen bij heren, oliolola, onze rangen groeien aan. En de loontrekkende klassen, en de loontrekkende klassen, oliolola, onze rangen groeien aan. En de loontrekkende klassen, wil de lonen boven zich gaan. Het is door de Wim dat ik heb leren en durven zingen. Want daarvoor zou ik dat nooit gedurfd hebben. Het is Wim die mij dat echt geholpen heeft om dat te doen. Gewoon. Het is niet een liedjesmaker, zoals we er dus vaak hebben. Of een kerel die rijmelarijen achter elkaar op. Hij heeft het dus over heel belangrijke dingen, zoals hij het vertelt op zijn laatste plaat. Hij sluit aan met een traditie die bij ons heel zoek was, maar hij slaagt erin om het duidelijk te maken dat hij reëel bestaat. Hij is deel van een heel grote beweging. Hij is een ongelooflijk belangrijk man. Hij is iemand van de zeldzame figuren die in Vlaanderen die we hebben, die een taal episch kan hanteren. En je moet hem niet doodverven als de man van dialect of zo. Dat is helemaal niet waar. Hij weet om het even welke taal, zelfs het Frans, die tenslotte ook zijn moedertaal niet is. We zijn op dit ogenblik bezig met een Frans programma. De vertaling die hij maakt, zelfs het Frans, dat is een epiek, dat is een juist gebruik, een authentiek gebruik. En dat is voor mij een van de grootste kwaliteiten van Wannes. Dan krijgen we toch het grote gebeuren, de arministers in rode kleuren. Maar geen baas die daarom zal treuren. Dat staat niet daar.
We hebben ons ook van tekst vergist. Ah, bon. Wie daarom zal treuren? Wie daarom zal treuren? Wie daarom zal treuren? Wie daarom zal die daarom zal treuren. Ik voel me goed als ik zo geïntegreerd in zo'n een ding kan zitten. Maar geen een baas die daarom zal treuren. Samen, ga spelen. Ga spelen. Ga spelen anders. Oh, ik doe mijn dingen ver, langs. Dan moet ik gelijk in mijn huis. Oh, die doop pak je niet van. Ja, zo maar. Ik denk zonder de, zonder de drie muzikanten. Het is daar gewoon een beetje een vergroeid deel van. Dat zijn essentiële onderdelen. Dat is even belangrijk als de tekst die ik dan schrijf. Of ik besta te zingen. Die muzikanten zijn even belangrijk. Dat is een geheel. Ja. Lees het couplet nog eens. Ja, het laatste. Ja. Ja. De tijger. En ik bedoel, de mensen hebben die noodzaak gevoeld. Er moet zoiets terugkomen, zoiets organisch weer. Zoiets herkenbaars, waar wij iets directs mee te maken hebben. Naast die weekje flauwekul eigenlijk. Hmm. Want iedereen weet toch wel ergens. In zijn binnenste, of in zijn kleine hersenen. Of in zijn mild, ik weet het niet. Dat wat wij de commerciële muziek noemen, toch eigenlijk flauwekul is. Muziek kan toch niet commercieel zijn, ze kan toch maar alleen muzikaal zijn. De werkelijke drijfveer achter die mentaliteitsverandering, dat is de openbare mening. Maar daar ben ik ook een stukje van, zo zie ik het. Ik ben niet op een stoel gaan staan en dat lied gezongen, het lied van de neus, of het nieuwe lied van de urbanisatie, en dan zouden de mensen gezegd, maar dat is waar. Daar hebben we nog niet aan gedacht, die mensen dachten daar wel aan, die wisten dat. Maar er was iemand nodig, even, hè, om daar even vorm aan te geven. En daarvoor dient dan een zanger, dat is dan zijn functie. Hè, voor zulke soort liederen toch zo, eigenlijk een beetje pamfletachtige liederen. Hè. Dan wel, relativeerd gezegd. Lotte mensen dansen, ze hebben zo weinig kansen. Voor nog eens even blij te zijn, weg te zijn uit de pijn. Laat de mensen zingen, laat ze naar het ooit wringen. Zingen ze droevig of komiek, het is toch altijd muziek. Laat de mensen spreken, wil hun stemmen niet breken. Doe ze het
toch in de molbaton, zo weet mag niet bestaan. Lotte mensen spelen, wil die vrouw niet stijlen. Al wie dat daar mocht tegen zijn, dat is een groot vernaai. Lotte mensen slapen, dat is hun ziel uitgapen. Kom dan mijn zaai, mijn schoonvriendin, kruip jij er maar mee in. Lotte mensen vraaien, engeltjes verlaaien. Een goeie vent met een goeie vrouw, dat zit er niet zo gauw. Lotte mensen dansen, lotte mensen zingen, lotte mensen spreken, lotte mensen spelen, lotte mensen slapen, lotte mensen vraaien. Valt er ten oosten wijk een boom, niemand die weet waarom.